Deze keer gaan we een vogelhuisje maken voor de koolmees. De koolmees is een veelgeziene vogel in de Nederlandse tuinen. Omdat het een nuttige vogel is in de tuin, gaan we vandaag dus een vogelhuisje voor deze vogel maken. De vorige keer voor het zagen gebruikten we nog de handzaag. Dit keer gaan we een vrij eenvoudig huisje maken. Dus maken we het misschien voor jullie een klein tandje moeilijker. Vandaag doen we alles met de decoupeerzaag. Nou, daarmee zijn we klaar met de zijkantjes. Dan kunnen we nu gaan beginnen aan de voor- en de achterkant. Het voorplankje korten we af op 24 centimeter. Je kunt ervoor kiezen om het zo te doen, als je plankjes wel haak zijn. Het kan natuurlijk ook. Met de winkelhaak weet je zeker dat hij altijd haakt. We zijn er bijna aan toe om het huisje in elkaar te gaan zetten. Er moet natuurlijk eerst nog een gat aan de voorkant in, waar de vogel doorheen kan. Pakken we eerst even de voorkant. Dat is het plankje van 24 centimeter. Het gat waar de koolmees straks doorheen gaat, moet een afmeting hebben van 32 mm. En die afmeting is heel belangrijk, want als het gat te groot is of te klein is, dan is de koolmees heel kieskeurig en dan gaat hij er niet in. Het hart van het gat zit vanaf de onderkant op 19 centimeter. Dat we vanaf onderaf op 19 centimeter een streepje zetten. Pak het hart van het plankje, dus 6 centimeter. Nou, en automatisch krijgen we dan een kruisje. Voor het boren van het gat is het belangrijk dat je dus, zoals je ziet, van twee kanten boort. Als je er bijna doorheen bent, komt het puntje er doorheen, kun je vanaf de andere kant boren. En wat handig is, is dat je boor goed scherp is. Dus al wat oudere boor was niet zo scherp meer. Dus voor een mooie, nog mooier resultaat is een scherpe boor natuurlijk het beste. Nou, dan gaan we nu gaatjes boren aan de zijkantjes, zodat we de zijkantjes straks aan de voor- en de achterkant kunnen monteren. Wat daarbij makkelijk is, is als je een zijkantje pakt, dat je even de voorkant pakt, of de achterkant, maakt niet zoveel uit, kun je even een klein streepje zetten. Dan weet je dat je daar binnen dus je gaatjes moet boren, dan zit je aan de zijkant altijd goed. Natuurlijk even verzinken. En dit zorgt ervoor dat het kopje fijn in het hout ligt. Let daarbij dus wel op dat je een linkerkant hebt en een rechterkant. En dat je dus het verzinken wel aan de buitenkant van het plankje doet. Thank you.
Dan is het nu tijd voor de bodem. De bodem maken we van dezelfde breedte plankje als de voor- en achterkant. We kunnen dan, je kunt zien deze breedte, die komt overeen met elkaar. Dus we hoeven alleen hoeven maar lengte te maken. Dus dan nemen we de lengte van de onderkant. Zoals je zult zien is dat van binnenkant is die 12 bij 12. Dus de bodem kunnen we op 12 centimeter aftekenen en afzagen. Klein beetje kloppen kunnen we met de onderkant van de schotjes gelijk maken. Zit hij erin. Zetten we hem plat. Oké, zo weten we zeker dat hij goed zit. We hebben dan de duimzak, die hebben we de hele tijd al gebruikt. Die houden we hier aan de voorkant. Dan hebben we iets een afdakje voor het meesje. En aan de achterkant maken we hem dezelfde lengte als dat het huisje is. Want op de achterkant maken we straks nog een lat. En daarmee kunnen we hem dan makkelijk bevestigen. Die past hier dan bovenop. Nu gaan we het binnenplaatje erop maken. Dan heb ik een afvalstukje wat 18 mm dik is. Dan tekenen we hier even de zijkant, de achterkant en nog een keer de zijkant af. En aan de voorkant kunnen we onze duimstok pakken. Kunnen we een streepje zetten. En dan pakken we alsnog die 18 mm. Zetten we weer een streepje. Nou, en hier binnen, met name de zijkanten, die zaten strak. Dus die is belangrijk. En de voor- en achterkant hadden we wat ruimte gelaten. Nou, zoals ik zei, pakken we daarvoor iets kleinere schroefjes. Maar binnen dat vakje moet hij dus passen, zodat hij hier straks bovenop gaat. We hebben het blokje erop geschroefd. Het dakje zit erop. Dus hij is nu bijna klaar. Want we moeten natuurlijk nog iets hebben aan de achterkant. Om hem te bevestigen. Nou, daarvoor hebben we in dit geval een stuk panlat. En die bevestigen we dus in het midden van het huisje op de achterkant. Ja. Je kunt ongeveer zelf, bepalen hoe lang je hem aan de bovenkant wil laten. Ja, je ziet hier, het ligt er maar net aan waar je hem op wil hangen natuurlijk. We pakken hier in dit geval 10 centimeter boven het huisje. Daar zagen we hem af. Het kan ook even goed met een afvallatje of wat dan ook. Als het maar iets is wat je er nog achterop kunt maken. Zodat je hem op kunt hangen. Kunnen we aan de onderkant nog bevestigen. Hier boren we even weer een gaatje. Nou, als allerlaatste gaan we alle scherpe kantjes nog even langs met een schuurpapiertje. Het scheelt iets aan je
aan je handen en voor het vogeltje natuurlijk de scherpe randjes. Daarna dan is het huisje klaar. En dan kun je met iedere kleur schilderen die je hebben wil. En kan het voorjaar beginnen en laat de koolmeesjes maar komen.